Ja, we zijn vandaag de gast bij Gorny en Thij Gartsen in de kamer van Cliffy. Ja, Cliff was eigenlijk een sportieve jongeman, als ik het goed heb. Een hele sportieve jongeman. Ja, hij stond in Groesbeek bekend als de Witte, ja. Sneeuwwitje, omdat hij zijn witte haar had. En hij zat op het Sios in Arnhem en was een begaafde voetballer. Had het best een heel eind kunnen scheppen. Ja, en dan komt er ineens een, ik zou bijna zeggen, een fatale dag, maar een ernstige aanrijding. Ja, dat was echt de zwartste dag in ons leven. Die dag veranderde alles. Ja. Cliff was zo zorgen omdat hij gelijk in coma kwam. Hij had 11 maanden in coma gelegen. Ja. Het half jaar, 6,5 weken, had hij eerst op de intensive care gelegen. Toen op de neurologie. En na een half jaar is hij toen naar verpleeghuis Madeleine gegaan. Ja. Maar Cliff werd iedere keer maar slechter. Hij was echt stervende toen hij hier kwam. Ja, gelukkig heeft hij dat overleefd. Ja, en zelfs hier, laatste keer, 25 jaar in Madeleine. Dat is toch ook wat? Ja, dat is onvoorstelbaar. Cliff is er eigenlijk zeer zwaar gehandicapt. Hij kan totaal niks. Hij kan dus een klein stukje in zijn hand houden. Ja. En daar kan hij wat mee communiceren, maar dat is eigenlijk alles. Ik zeg altijd, met alle respect, het is een baby die compleet verzorgd moet worden. Dus je kunt ook wel begrijpen dat wij dagelijks ook hier zien, gewoon hier 's middags en 's avonds hier, legt hem 's avonds vaak zelf in bed. Zondags komt hij naar huis toe, maar 's maand vroeg het gewoon helemaal weer verzorgd. Ja. Als we Cliff niet naartoe zouden gaan en er zou niemand komen, dan zou je binnen 2 dagen zou je nog in een hoek zitten, want dan kan hij nog helemaal niks. Hij kan totaal helemaal niks geven. Weet alles, kan het niet praten, maar hij weet wel alles. Hij weet wel alles, dus je ziet eigenlijk dat hij als het ware gevangen zit in zijn eigen lichaam, want lichamelijk kan hij bijna niks. Gewoon niet, en dan 2 keer per dag hier in een Boksmeer. Ja. Hele opgave. Nee, het is helemaal geen opgave, want ik denk dat iedereen die kinderen heeft en die dat overkomt, die doet dat. He, ze mogen overal aankomen, behalve aan de kinderen. Dat is gewoon zo. En ik heb natuurlijk ook de kans hier altijd gekregen om in Madeleine te helpen. Tegenwoordig is het zo, moeten mantelzorgers veel doen. Maar toen wij hier begonnen, was het nog allemaal even goed. En alles kon en niks kon kapot. Maar toen waren wij er ook samen. En toen hebben we toen eigenlijk al die zorg gegeven waar ze nou eigenlijk in deze tijd vanuit gaan, dat de mantelzorgers het doen. En het is ook altijd, ik heb een ontzettende fijne band altijd met personeel gehad, tevens met de bewoners. Ja, ja, ik ben hier in Hollewaaij, ik heb ook een sticker van Big Bos. En ja. Bij gelegenheden doe ik die ook wel eens op. En weet je, dus we gaan van aanzien. Ja, mooi. Maar goed, dan op een gegeven moment, er komt er een idee om een boek te schrijven. Ja, 11 maanden in coma en dan? Een heel verhaal van alle mensen uit zijn directe omgeving. Ja, dat is inderdaad gebeurd. Ik ben dus op een gegeven moment benaderd door de regiomanager. Ja. En ze zei van, we willen toch iets voor Cliff doen. We willen zijn levensverhaal op papier zetten. Dat is gebeurd. Het is werkelijk best een aangrijpend boek. Er zullen best stukken in staan dat men echt zal zeggen, zo, dat hadden we allemaal niet verwacht. Ja. Maar het is wel een prachtig stuk geworden. En we zijn heel erg blij dat we dat via Pontijn aangeboden gekregen hebben. Daarbij hebben we zelf gezegd van, we willen 150 boeken extra bestellen, omdat er toch al direct diverse reacties waren van, wij willen dat ook graag lezen. Ja. Dus dat hebben we gedaan. En ja, als die dus op zijn, ze zijn bij Premiera te koop in Gennep en in de winkel van, mag eigenlijk niet, heb ik al begrepen. Oh, nee, en in de winkel van hier van Madeleine, dat mag denk ik wel. Ja, ja. En ook in Malde. Maar als ze op zijn, dan is het de bedoeling, als er dus nog veel interesse is, dat we in ieder geval nog een tweede druk laten maken. Maar dat zal afhangen natuurlijk van de interesse van de boeken. Ja, gewoon niet. En dan het idee van, misschien komt Cliff nog aan op toe. En dat klinkt jou denk ik als muziek in de oren. Maar ons ook. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Je hebt nu maar die onkosten om iedere dag 2 keer met die auto op en neer naar Boksmeer te chasen.
Ja, en ik hoop het nog lang. Ja, je wordt natuurlijk zelf ook een stuk ouder. Ik hoop dat ik die zorg aan hem nog lang kan leveren. En als ik het niet meer kan, heb ik me al voorgenomen. Dan ga ik er langs zitten en dan ga ik zitten te, en dat doet en dat en dat. Ja, ja, maar die sticker Big Bossel, die gaan er wel niet op durven doen, of wel? Jawel, die neem ik met. Jawel, die heb ik gekregen, die neem ik met. Is dat Pantijn onder? Ja. Ja, goed. Maar, ja, Connie. Maar ik wil nog alleen zeggen, wij doen het natuurlijk niet alleen. Hè? Als je dan onze Corna ziet en zijn vrouw en Ilona. En dat zijn de naasten bij ons. Hè? En Desiree. De kleinkinderen en Desiree. En de vrienden, de kennissen. Iedereen draagt zijn steentje bij. Zelfs de kaartdames waar ik mee doe kaarten. Ja. Ik bedoel, die zeggen wel eens, ja maar begonnen, we doen toch niks voor jou. Jawel, luisteren naar mij. Als ik een keer een... Een kwaaie dag hebben, dan luisteren die. Ja. En zo kunnen we het allemaal aan. De verpleging, iedereen, de zorg, ja. Iedereen draagt zijn steentje bij. Staan die ook als zodanig in het boek vermeld? Met andere woorden, wie hebben dan allemaal hun verhaal kunnen vertellen? Nou, achteraan in het boek staat in ieder geval een opsomming van degenen die dus aan het boek hebben meegewerkt. Ja. Wij hebben dus diverse namen doorgegeven, zusters van het eerste uur. Niet te vergeten Theo Manne bijvoorbeeld, die eigenlijk begon hier is als hoofd fysiotherapie. Dat was een van de eerste cliënten die Theo eigenlijk verder... behandeld het. Ja, eigenlijk allemaal hebben ze daaraan meegewerkt. We hebben dit echt niet alleen gedaan. We hebben dus ook enorme steun en de mogelijkheden van Madeleine gekregen om dit werk zo te doen. Ja, wat dat betreft een werk eigenlijk voor vrienden, kennissen, voor iedereen en ook voor de verzorging hier. Ja. Ik wil nog even terugkomen op het boek, want ik denk dat het een boek is van een bekende Gennepenaar. Ook voor Gennepenaren en ja, ik hoef de papa en de mama aan te kijken. Het boek wordt ook, de opbrengst wordt voor een gedeelte bestemd voor de nieuwe woning dan, voor Cliff? Ja, woning voor de nieuwe inrichting van Cliff zijn kamer. Okay. Cliff komt dus gewoon weer in een kamer. Die komt, de bedoeling is, en dan kan ik dus wel van zeggen, in Gennep op de Kastanje. Er wordt nog verder overlegd hoe en wat. Ja. Maar in ieder geval dus is het de bedoeling dat als er dus wat overblijft, dat dat inderdaad ter beschikking gesteld wordt voor gewoon de inrichting van zijn kamer. Mooi, dus wat dat betreft warm aanbevolen en jullie bedankt voor het interview en succes met de verdere zorgen die jullie toch hebben. Ja. Zal wel altijd blijven. Het blijft ons zorgen, kent.